arme mensen die daar leven. De dieren, de bergen en... De warmte, daar is warm. En aan de aarde, daar heb je ook weinig. Aan de andere kant van de wereld. Spaans en Afrikaans. Afrikaans. De meeste bomen denk dat die geen bladeren hebben omdat het daar ook warm is en het regent daar amper. Mm-hmm. En de struiken en zo, die zien ook de blaadjes zien bruin, zoals hier. Kip. Kip? Wat nog? Ergens. Yes. Mm-hmm. Welke groentjes? Groentjes die uit een eigen oogst komt. Ja, ze lopen omdat ze met kruiken water op hun schouder zo naar huis moeten dragen en naar de rug. Op het paard. Ik denk dat ze daar ook wel auto's hebben, maar niet zo BMW's zoals wij hier hebben. Gewoon een normale auto, zo zonder dak, want het is daar warm. En te voet. Klein. Vierkantje met een bord en een paar bankjes en stoelen. Waar ligt Zuid-Afrika? Wel, Zuid-Afrika ligt, zoals de naam het al zegt, in het zuiden van het continent Afrika. Zuid-Afrika is een enorm groot land. België past wel 40 keer in Zuid-Afrika. Hoeveel talen spreken ze in Zuid-Afrika? In Zuid-Afrika zijn er 11 verschillende talen. Zoveel, zal je wel denken? Ja ja, 11 in totaal. We hebben namelijk het Engels, Xhosa, Afrikaans, Zulu, Northern Sotho, Southern Sotho, Tswana, Venda, Ndebele, Tsonga en Swati. Heel lang geleden kwamen mensen van over de hele wereld die hun eigen plekje wouden innemen in Zuid-Afrika. Er zijn dus niet enkel zwarte mensen, maar ook blanke, Indische en zo verder. Na zoveel jaren ontstaan er uiteindelijk 11 talen. Door zoveel verschillende invloeden van over de hele wereld zijn er natuurlijk ook verschillende interesses. Zowel in sport, muziek, lievelingseten of cultuur. Zo is rugby en honkbal de meest bekende sport van Zuid-Afrika. Qua muziek heb je natuurlijk de traditionele Afrikaanse muziek, maar ook de muziek die jij graag beluistert. En het eten? Ja, ze eten ook wel eens graag een pizza. Of een van hun specialiteiten, Mobutu. Maar liefst van al eten ze vlees. Heel veel vlees. Zo is een barbecue of een braai wekelijkse kost. Jullie moeten elke dag naar school, maar hoe zit dat nu in Zuid-Afrika?
Zijn de scholen daar echt gewoon kleine huisjes met maar enkele banken? Maar nee, helemaal niet. De meeste scholen zijn in goede staat. Maar Zuid-Afrika blijft een derde wereldsland. Net als in België heb je in Zuid-Afrika een groot verschil tussen arm en rijk. Dit betekent niet dat kinderen er minder gelukkig zijn of helemaal geen kansen krijgen. Zelfs in de sloppenwijken krijgen kinderen de kans om naar school te gaan. Natuurlijk is de ene school de andere niet, maar daar proberen we in de toekomst aan te werken. Mm-hmm.